Kessel maakt zich op voor het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours. In dit paviljoen strijden vanavond 20 liedjes om de Bertha Paulussen trofee. Vandaag is de dag voor Kessel. Vandaag is Kessel de Vastelovens hoofdstad van Limburg. En ja, hier staat een ontzettende trotse pauw. Ja. En dat mogen ze ook zien. Lukt alles op rolletjes? Het gaat echt vlekkeloos. We plukken gewoon echt de vruchten van hetgene wat we van tevoren allemaal voorbereid hebben, wat we bestuurd hebben. We besturen elke week. Elke week hebben we bestuurd. En daar plukken we nu vandaag echt de vruchten van. En ja, goed, kijk om zeer. Het ziet er gewoon allemaal fantastisch uit. Het meeste leeg is nog goed. Maar de entourages, het VIP-gedeelte, het boete, de entourage. Ja, in mijn ogen, mooier kunnen we het niet neerzetten. Het paviljoen biedt vanavond onderdak aan ruim 6000 feestvierende carnavalisten. Het is daarmee het grootste LVK dat ooit georganiseerd is. Dit is absoluut ongekend, ook deze aantallen. We hebben wel eens een dikke 5000 mensen binnen gehad. 6000 is ook voor ons nieuw en uniek. Het is heel groot, we zijn heel benieuwd. En het wordt ongetwijfeld een hele mooie avond vrijdag in een prachtige omgeving van het Tunis. Ja, wat deze LVK eigenlijk het allerbijzonderste maakt, dat we een open artiestencafé hebben, dat we een catwalk hebben, dat de artiest via een voice-over, die vanavond verkleed is als Neptunus. Maar dat moet ik eigenlijk nog niet meer zwijten, dus nog geen verrassing. Maar dan, je ziet de eerste die duurt, dus Tim Op de Broek is vanavond verkleed als Neptunus. Dan gaat via een voice-over de artiesten begeleiden naar het podium. Op de helft staat de Joepie, die geeft ze allemaal een high five. En dan gaan ze hier optreden doen. Dat is eigenlijk wat deze LVK ding het uniekste maakt. Dat de artiesten echt bij het volk staan. En dat het volk bij de artiesten staan. En Wim der Wind, mag dat niet doen? Nou, ik denk dat voor alle artiesten die vanavond in die 20 uur, dat die alle 20 al gewonnen hebben. Ze willen jullie gewoon allemaal heel graag bij zien. Ik heb volgens mij van elke artiest een appje gehad van succes vandaag, terwijl ik het eigenlijk tegen je moet zeggen. En dat is goed, keisje. Ze zien er allemaal bij die 20 en daar gaat het weer wel om. Pim van Wielik staat namens Pelle Maas in de finale met zijn nummer We kleuren de wereld. Een thuiswedstrijd voor hem. Hij maakt het nummer met Jérôme Lenders. Ja, ik heb de muziek gemaakt voor Pim. Ik doe dat eigenlijk al sinds Goeie Daag, dat liedje. Doe ik de muziek maken voor Pim. En voorheen heeft Marijke altijd geholpen met de tekst. En dit jaar heeft Pim de tekst zelf gemaakt, dus hebben we het met z'n tweeën gedaan. Ja, nu wordt het wel een heel groot spektakel hier een stukje verderop in het paviljoen. Ja, klopt. In eigen dorp, hè. Maak je denk maar één keer mee. En eigenlijk de liedjes die hij maakt, die zouden ook buiten de carnaval om toch best leuke liedjes kunnen zijn. Wanneer verwachten we nu een Pim van Wielik die in maart of april een hitje maakt? Ja, misschien dit jaar wel. Ja, zou je dat willen? Ja, ik heb wel verschillende dingen, ook op zijn dialect dan wel liggen. Maar die moeten er gewoon goed uit gaan werken en dan komt dat nog wel. Dat is de volgende stap die je maakt. Ja, maar ik zet ook geen datum van dan moet dat. Nee, het moet gewoon natuurlijk een keer komen. Is het anders dan de vorige jaar? Is het anders? Ik denk wel dat we meer nieuwkomers hebben nu. Dat zien we wel. Is het anders? Ja goed, dat zal vrijdag blijken. Wat anders is, is dat we een prachtige locatie hebben hier in Kessel. Waar we als Stichting LVK bijzonder trots op zijn dat de kevers dit gerealiseerd hebben. Met nog enkele uren te gaan worden de laatste puntjes op de i gezet door de vrijwilligers. Dit is het artiestencafé, dus zij staan vanavond de potentiële winnaars en de potentiële verliezers. Maar in elk geval, ik denk dat het wel een heel erg leuk feestje gaat worden, ja. Heb je geen favorieten? Ja, Pim, hè? Sorry, helaas. Ja, toch, Pim, natuurlijk, ja. Maar ik denk dat er wel een heleboel, ik denk dat het een leuke finale is. Ik denk dat er wel heel erg leuke artiesten vanavond op de planken staan. 200 vrijwilligers op één avond gewoon helemaal voor het dorp aan het werken. En dan heb ik het net zelf over de verkeersbegeleiders die aan de Rieksweg staan. Als de verkeersbegeleiders die de parkeerplaatsen doen. De mensen die achter de bars, die de garderobe, die de VIP de boven onderbrengen. Allemaal. Het zijn echt zo'n grote kanjers die hier aan het werk zien vandaag. Ik ben zo trots op u. Dat zie je allemaal gewoon belangeloos doen. En vooral wie ze de schouder er samen onder zetten. Het is echt ongelooflijk wie zo'n klein dorp zo groot kan zien. En dit is de hal waar vanavond het LVK plaatsvindt. 6000 man staan hij. Daarachter is het artiestencafé. Daar zullen alle artiesten gaan staan. En Ronk Eilevoort wordt de winnaar van het grootste LVK ooit hij in Kessel bekendgemaakt.
Succes met de laatste loodje. Dankjewel.